hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 3 oktober en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb mezelf net klaargemaakt en ik heb hier niet echt heel erg mooi licht. Dit komt omdat de zon half schijnt. Oké, okay, het is alweer iets beter. Het gordijn zat er iets voor. Ik werd niet zo blij toen ik wakker werd, want de katten hebben weer overgegeven en wederom op mijn bank. Kijk, dat ze overgeven, ja, dat is super vervelend, maar ze doen er niet zo heel veel aan. Maar waarom altijd op die bank? Weet je, doe het op de grond, wat kan ik schoonmaken? Maar de bank is zo... Oh, nou ja. Ik vond het in ieder geval super vervelend. Ik vind het voor hun ook heel vervelend, want ja, hun kunnen er ook niet zo heel veel aan doen. Ik heb zelf het idee dat het toch door het zachte voer komt. Nou heb ik dat in mijn, van de vorige vlog is dat eigenlijk alweer ook al uitgebreid met jullie gedeeld. Maar ik kan daar nu niet meer mee stoppen, omdat Tijgertje en Mickey zijn katten met een rugzakje in feite. We hebben mensen met een rugzakje, maar mijn katten die hebben ook een rugzakje, 2 van de 3. En die willen gewoon dat zachte voer, die blijven gewoon net zo lang miauwen tot je ze geeft. Muis is daarentegen gewoon zo makkelijk, weet je. Die zou het echt niet uitmaken, zou ze een paar dagen niet krijgen. Maar ja, ik kon het niet maken om er 2 wel te geven en 1 niet. En dan erbij, ik weet niet wie het heeft gedaan. Misschien dat ik toch weer over moet gaan op een A-merk. Ik heb altijd het huismerk en voorheen kocht ik altijd indoor kattenvoer. Althans het zachte voer, maar dat hebben ze niet meer van het eigen merk. Dat vind ik ook wel een beetje raar. Maar ja, goed, indoor betekent eigenlijk dat het speciaal is voor binnenkatten. Dat het heel geschikt is voor binnenkatten. En dat vond ik gewoon altijd heel fijn. Daar lette ik ook altijd op. Alleen ze hebben het niet meer. Dus ja, misschien dat ik nu toch, als ik morgen ga ik boodschappen doen, dat ik toch wat ga vergelijken. En dat ik dan toch ga kijken naar een A-merk. Zoals je aan me kunt horen, ben ik super verkouden. Of super verkouden. Ik heb gewoon een beetje een dichte neus. Dus ja, dat waren eigenlijk weer even de mededelingen waar ik niet zo blij van werd. Dan, zometeen, ga ik allereerst eventjes een video voor zaterdag opnemen. Het is nu even het beste moment. Ik weet namelijk niet of ik het morgen red, want morgen komt mijn bezoek en ik weet niet hoe laat. En ik wil dan even goed de tijd nemen om het ook echt goed op te nemen. En vrijdag ga ik de slaapkamer doen. Daar ben ik toch altijd langer mee bezig dan ik altijd in gedachten heb. Dus ik ga het zometeen even doen. Eerst video opnemen en daarna een wasje aanzetten en dan ga ik de woonkamer schoonmaken. Daar ga ik jullie bij zetten. Zij komt ook even in beeld. Dus daar ga ik zo even mee beginnen. Ja, dat zijn eigenlijk even alle mededelingen. Ga er maar af, Tijgertje. Dat lijkt mij een heel goed idee. Dus ja, ik denk dat ik dat nu gewoon eerst even ga doen. Het is nu nog vroeg en dan ga ik daarna aan de schoonmaak en dan ga ik jullie nog gezellig bijzetten. Zo, de video staat inmiddels erop. Ik zal eens even kijken. Het is nu 3 uur, dus ik heb het best wel snel gedaan. Ik ga dit nu even opruimen. Dan ga ik daarna even wat drinken en dan ga ik aan de schoonmaak. Dus ja, ik ben dit nu eventjes ondertussen weer even in de doos aan het stoppen. Want dit gaat zometeen gelijk even de kast in. Want dan is het doosje weer leeg voor nieuwe producten. Dus dat ga ik even doen en dan zie ik... Ja, zometeen als ik ga schoonmaken gewoon weer. Ik ben inmiddels klaar met alles. Ik heb zelfs de keuken nog eventjes een beetje meegenomen. Nou, niet heel uitgebreid. Ik heb even het kruidenrekje schoongemaakt, maar niet de kastjes of zo. Daar had ik geen zin meer in. Maar dan voelt het toch weer wat schoner. Ik
Ik zit nu eigenlijk even lekker op de bank, want mijn vloer is nat. En ik heb hier een paar miauwende katten die al eten willen. Wat gewoon nog niet kan. Letterlijk niet. Is nou alweer mijn camerakaartje vol. Dit ga je niet menen. Nou, dan gaat het wel heel snel. Het is 4:10, dus over 10 minuten krijgen ze eten. Dus ja, nu ga ik gewoon even wachten. En dan ga ik zometeen maar weer mijn kaartje van mijn camera legen. Dan ga ik straks wel even op tijd de vlog in elkaar zetten. Dan ben ik daar een keer iets eerder mee. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Want ik ga verder niks meer doen. En vanavond eigenlijk wat televisie kijken. Dus verder niet heel veel bijzonders waar ik jullie nog bij kan zetten. Hey, goedemiddag op deze donderdag. Het is vandaag 4 oktober en het is dierendag. Nou vind ik officieel dat het elke dag dierendag is. Ik moet niezen. Oh. En eigenlijk hoeft er niet speciaal één dag voor in het jaar te zijn. Maar omdat het dan toch dierendag is, ga ik ze wat extra's geven. Ik moet voor de katten nog wat kopen. Voor het konijn heb ik al wat. Maar voor de katten heb ik nog niks gekocht. Dat ga ik straks even doen in de winkel. Dan ga ik eventjes, ja, ik denk iets van stickies of zo. Die vinden ze altijd wel heel erg lekker. Dan vind ik het ook wel weer een klein beetje eng. Omdat ze misschien ervan kunnen gaan overgeven. Dus dat hoop ik niet. Ik ben onwijs verkouden, zoals je kan horen. Dus ja, dat gaat lekker. Ik heb mezelf net klaargemaakt en ik ben eigenlijk aan het wachten tot ik wat hoor hoe laat mijn bezoek komt. Want dat weet ik nog niet. En ik ga zometeen even stofzuigen. En godverdamme. Misschien even boven wat was opruimen, want het is daar best wel een beetje een bende. Want de wasmand zit best vol en dan kan ook eventjes weer wat dingen terug in de kast en zo. Ik had gisteren een wasje gedraaid en die had niet helemaal goed gecentrifugeerd. Het was mijn beddengoed. Omdat ik morgen mijn bed wil gaan verschonen. En nou, dan had ik mijn beddengoed gewassen. Ik heb maar 2 dekbed overtrekken. En soms is dat best wel weinig. Dus ik moet in de tijd, met de tijd toch weer eens even kijken voor een dekbed overtrek erbij. Maar dat is best wel lastig omdat ik een vrij groot dekbed heb. En niet alle kwaliteit is super fijn van dekbed overtrekken. En ja, vroeger had ik er meer, maar ik heb er nu zelf nog maar 2. Geeft niet. Ik moet ook even de camera te opladen doen, zie ik. Want ik heb nog maar 1 streepje aan batterij. En dan ga ik zo meteen even stofzuigen. En misschien boven dan even wat doen. En gewoon even wachten tot ik wat hoor. Gatsitari. Ik ben weer super moe. Ik heb niet super goed geslapen. Ik werd echt om 9:50 een keertje wakker of zo. Dat is voor mij nog super vroeg. Dus ben ik even naar het toilet geweest en daarna ben ik verder gaan slapen. Hé, hey Mickey, kan er wat rustig op de kattenbak alsjeblieft? Dat hele bak wordt verbouwd. Dat hele bak, hoor je dat? Dat klinkt niet. De hele bak wordt verbouwd. Dus ja, vandaar dat ik weer een beetje moe ben. Wat had ik verder eigenlijk nog? Nee, verder eigenlijk niet heel veel te melden. Of het slaapt. Dus ja, ik heb een rokje aan vandaag. Ik kan trouwens misschien wel even laten zien wat ik aan heb. Echt best wel lang geleden, maar ik weet niet of ik heel goed licht heb. Het is nu natuurlijk nog donkerder. Ik heb een blouseje aan van Only. Een rokje van Only en een gewone legging eigenlijk. En deze zit wel lekker warm. En nu nog mijn sloffen. Straks doe ik wel even schoen aan. Maar in huis is het eigenlijk niet echt nodig. Al heb ik het nu wel vreselijk koud hier. Maar nu de verwarming al aandoen. Het is een beetje vroeg. Dat is eigenlijk niet nodig. Ik denk dat ik nu eventjes de camera het opladen ga leggen. En eventjes hier stofzuigen. Ga ik boven even wat was opruimen. Dat is toch niet echt handig om jullie daarbij te zetten. En dan ja, misschien wat opruimen. Anders zit ik de hele middag niks te doen. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet fijn. Want eigenlijk wil ik gewoon wel iets doen. Ik zou ook nog aan mijn bullet journal kunnen werken. Maar ik geloof niet dat ik heel veel zin heb of zo. En als ik daarmee begin, dan heb ik best wel veel werk om te opruimen. Als ik dan eens een berichtje krijg, ja, ik kom eraan. Dan staan hier straks de spullen. En dat werkt dus niet. Want dan
wordt de boel omgegooid. Dat kan ik nu al op een briefje schrijven, want dat gaat gebeuren. Dus ik ga nu gewoon even stofzuigen en mijn ding doen. En dan zie ik jullie straks weer even terug aan de eerste camera op laden leggen. Zo, ik heb net even stof gezogen. En toen deed ik even het gordijn bij de voordeur open, want ik wilde naar boven gaan. Er stond er een pakketje voor mijn deur. Dus misschien is het leuk om die even met jullie te unboxen. Ik weet zelf al wel wat erin zit. Want het is, ja, het is voor mijn blog. Maar ik dacht misschien is het leuk om het even met jullie te doen. Dus ik heb hem hier op schoot. Ik ga hem even openmaken. Want hier zit namelijk een persbericht in. En hier zit een deodorant in. Ik ga je er even bij zetten. Oktober. En het staat eigenlijk bekend als de maand natuurlijk om te stoppen met roken. En Salt of the Earth, dat is het merk. Die hebben een hele gezonde gewoonte toegevoegd nu aan deze maand. En dat is switchen naar een natuurlijke deodorant. En die zijn dus in verschillende varianten verkrijgbaar. Hier staan ze op. En dit is een nieuwe generatie deodorant. En dit is dus eigenlijk een hele natuurlijke deodorant zonder andere dingen eigenlijk. Gewoon heel erg natuurlijk dus. En ik heb twee deodorants gekregen. Ik heb hier een roze. Er zit geen aluminium in en helemaal niks. Dit is de Pure Aura. Met lavender van Dielje. Dit is een roller. Ik ga even ruiken. Oeh, dat ruikt wel lekker. Het is deze. En dan heb ik ook een spray gekregen. En dat is deze. Dit is een gewone witte. Deze zal geen afdrukken geven in je kleding. Heeft een long-lasting protection. Unisex. Hij is voor zowel mannen als vrouwen. En er zitten dus 100% natuurlijke ingrediënten in. En het mooie is, het is niet getest op dieren. Kijken of ik er iets van kan ruiken. Nee, deze kan ik niet ruiken. Dus deze ga ik testen. En hier komt een reviewtje van op mijn blog. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar deze deodorant. Ik vind het ook leuk dat ik er twee heb gehad. Dan ben ik eigenlijk benieuwd of deze ook unisex is. Staat er niet op. Maar hier zit dus geen aluminium in. Geen chlorhydreet, alcohol, parabenen en triclosan. Ik weet niet zo goed wat dat is. En Dus ik ben hier heel blij mee. Ik ga dit testen. Een roller en een spray. Superleuk. Dus hiervan komt een reviewtje op mijn blog. Maar toch, misschien is het wel leuk om dit eventjes met jullie te delen. Ze hebben ook trouwens de zwarte, die is speciaal voor mannen. Van de rollers. Deze is dan echt unisex. Die kan zowel mannen als vrouwen gebruiken. En deze is dan echt voor mannen. Ik vind het leuk dat ik een roze heb gekregen. En ik ben heel erg benieuwd. Dus in ieder geval gaat een blogpost komen. Nu ga ik even naar boven. En dan zie ik jullie straks terug. Ik ben weer terug van het boodschappen doen. En ik zal jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Ik ben lichtelijk geschokt, maar dat zal ik zo even vertellen. Ik ga eerst even de boodschappen laten zien. Ik heb cola gehaald en ook eventjes flesjes water. Toiletpapier die al kapot was. Ik heb scheerschuim gehaald, pakjes, slaapdrinken, chocomel, kringels, want ik maak hier soep. Ik heb eventjes gezeefde tomatenspul gekocht voor de soep. Kattenbrokken. Dan heb ik voor de katjes voor de dierendag stikjes gekocht. Ik heb nu twee overstukjes van morgen. Kermiselli heb ik gehaald. Twee blikjes met voetballetjes. Ik wilde dit blikje. Een energy. En ik heb nu deze kattenbrokken van Whiskas. Deze zit in de vriezer. Ik heb echt niet zo'n grote
tijd, want het is niet zo heel bijzonder, behalve de kappenstukjes. Die krijgen ze vanavond. Oh ja, dus deze is weer vast. Kijk, het wc-papier loopt er gewoon uit. Top dit. Nou, blijf maar even staan. Ik zet jullie even neer. Oh, deze kan ook in de koelkast. Met even in de koelkast werken. Neem ik zo weer mee. Dan heb ik eventjes... weer shampoo gekocht, want deze was in de aanbieding bij mijn trekpleister. En shampoo gaat bij mij altijd best wel hard. Dan heb ik liever er eentje op voorraad staan. Daar krijg ik nog een hele leuke mok bij. Dit even in de koelkast. Dan zal ik dat even voor laten staan. Dat is niet zo helemaal nog niet. Nou. Zo is mijn leven. Een beetje rommelig. Zo, dit is de mok die ik heb gekozen, Live, Love, Love. Die kreeg ik gratis, er zit nog een zegeltje in. Laat ik die er maar even uithalen. Hopla. Dan mag ik wel even terug in de tas. Dan zal ik jullie even het verhaal vertellen waar ik op krok. Het was namelijk zo, ik had jullie vorige week dat ik jullie verteld over mijn enkelbandje. Die ik al geruime tijd geleden had weggebracht. Dus nu 4 weken geleden en ik was niet gebeld. Nou, ze waren weer open, want ze waren vorige week op vakantie. Dat had ik verteld. Dus ik ging daarheen. Ik zei, ja, ik kom mijn enkelbandje ophalen. Nou ja, is die klaar? Ja, hij was klaar. Ik zeg, nou ja, fijn. Ik zeg, want ik ben niet gebeld. Hij zit in een zakje, die ga ik even openmaken. Nou ja, toen liet ik ook even zien wat er aan veranderd was. Nou ja, dat zag ik ook wel. Tot ik moest afrekenen. En dat was gewoon €17,50. Ze hebben er een nieuw sluitingje aangezet. Maar ik schrok best wel, want normaal als ik er een nieuw sluitingje aan laat zetten, is het onder de €10. Dit was gewoon bijna €20. Dus ik dacht echt, wauw, best wel veel geld, weet je wel. Ja, dat lag wel aan het sluitingje. Dus degene die, met wie ik was, die zei, ja, ik ga wel even terug. Want ze zegt, ik vind dat best wel veel geld. Ik vind het best wel raar dat het zo duur is. Dus nou, die ging terug. Nou, toen hadden ze even uitleg gegeven. Maar we hebben besloten dat we er niet meer heen gaan. Omdat het best wel duur is. Voor dit geld had ik ook een nieuw enkelbandje kunnen kopen. Maar goed, hij is in ieder geval weer terug. Maar ik was wel even geschokt. Ik dacht, wow, dit is wel heel veel geld wat je nou moet betalen voor een enkelbandje. Ik vond het best wel bizar. Ik ga straks de katten en het konijn nog wat geven voor dierendag. Ik hoop dat ik jullie daar misschien nog even bij kan zetten. Ik ben niet scherp nu. Maar de katten hebben nu net gegeten. Dus ik ga ze nu niks geven. Want anders word ik misschien spugen. Dus als ik jullie daar nog bij kan zetten. Dan zal ik dat nog even doen. En anders zie ik jullie morgen weer. Ligt even of ik genoeg licht heb. Dus ik ga het proberen in ieder geval. Maar ik denk dat het vanavond wordt.
deze ook dan nog maar. Als je er nog één. En dan is het klaar. Hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 5 oktober en ik ben net klaargemaakt. En ik ben weer heel erg moe. Ik heb gewoon op een gegeven moment weer zo vast geslapen en ik heb raar gedroomd. Ik had echt een nachtmerrie, dus ik ben een beetje moe wakker geworden. Maar goed, het is niet anders. Ik ga zo meteen de slaapkamer schoonmaken en ook even een wasje aanzetten. Dus bij de slaapkamer zal ik jullie erbij zetten. Het is goed gegaan met de kattenstikjes gelukkig. Ze hebben niet overgegeven. Laat ik het even afkloppen voor de zekerheid. Dus die vielen goed in de smaak. Dan denk ik ook alweer dat het toch wel weer aan het merk ligt. Want ja, katten van Whiskas. En Whiskas is wat dat betreft gewoon best wel een goed merk voor katten, zeg maar. Bunny heeft zijn stikje ook wel op. Ik zal dat ding gelijk even uit de kooi halen. Heeft hij echt heel snel gedaan. Ik kom jouw stik pakken, want hij is ook... Hij is echt letterlijk helemaal schoongeknaagd. Top. Dat heeft ze snel gedaan. Ik ga zometeen hier eerst even stofzuigen. En dan ga ik straks richting de slaapkamer. Lekker mijn bed verschonen. Het is heel nodig, want ik heb heel erg gezweet met die nachtmerrie. Dus dat is wel fijn dat ik nu mijn bed ga verschonen. Ik heb het ook een beetje koud, maar... Ik krijg straks vanzelf wel warm als met schoonmaken. Dus ik denk dat ik dat eventjes ga doen. Ik heb vanavond niet zo heel veel te vermelden aan jullie. Ik zie dat mijn plantje om ligt. Waarom? Joost mag het weten. Dus ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Ik moet ook echt even flink opruimen in de slaapkamer. Want mijn bonnetje ligt er ook nog. Nou, die kan nu naar boven, want die heb ik nu niet even nodig op het moment. Die kan bij mijn andere gereedschap staan. Ik wil daar denk ik ook nog gewoon een hoekje maken waar ik allemaal gereedschap neerzet. Want ik heb ook nog wat in de schuur staan. Ik denk dat ik dat ook gewoon naar boven haal. Dat is gewoon net zo makkelijk. Dus ik ga eerst even een wasje zetten. Ga ik je stopzagen. Dan zet ik jullie er zo meteen bij als ik in de slaapkamer aan de gang ga.
Zo, ik ben klaar met de slaapkamer en ja, het is toch altijd iets meer werk dan ik altijd, ja, ik weet het altijd wel. En als ik dan bezig ben, denk ik, oh ja, chips, dat moet nog, dat moet nog. Maar goed, het is weer klaar en dat is altijd wel weer lekker. Ik heb hier een schoon bedje. Mijn onderlaken was nog wel een beetje nat, maar die droogt wel als je op bed ligt. Dat vind ik niet zo heel erg. Ja, tijger. Ik ga nu eigenlijk niet veel meer doen. Ik ga even lekker uitrusten, straks douchen, eten en vanavond weer Flikker Rotterdam kijken. En ik moet nog even een video editen en nog een artikel schrijven. Dus op zich heb ik nog wel wat te doen, maar niet eigenlijk echt meer iets waar ik jullie bij kan zetten. Dus de was die is ook bijna klaar, denk ik. Dus dan kan ik die straks nog even ophangen. En dan zie ik jullie morgen weer, want ik ben nu wel echt even moe. En het is nu wel even tijd om even lekker te relaxen. Een hele goede middag op deze onwijs zonnige zaterdag. Het is vandaag 6 oktober. Ik heb mezelf net even klaargemaakt. En ik wil eigenlijk zo meteen even mijn gordijnen gaan instrijken. Ik was eerst van plan om het boven te gaan doen. Maar ik heb toch besloten om het beneden te doen. Want ik denk dat het voor de katten ook wat gezelliger is. Want alleen Mickey kan natuurlijk naar boven. Ja, en die anderen die vinden het toch ook wel fijn als ik beneden ben. En ik denk dat ik best wel even bezig ben. Wat langer, dus op zich is het dan wel een goed idee om het beneden te doen. Dus ik ga zo eerst even stofzuigen, dan zal ik de camera ook even op het opladen leggen. Dan ga ik de spullen pakken. Ik moet even heel goed meten hoe ver ik moet instrijken, want dat is best wel een klusje. Tijgertje dus rustig. Dus ja, dat ga ik soms even doen. Ja, zoals ik al zei, het is onwijs zonnig, dus... Ik ga even kijken dat ik hier een goede plek heb. En dan ga ik gewoon proberen of ik jullie erbij kan zetten. Maar ik ga eerst even de camera op laten leggen en even stofzuigen. Want anders dan heb ik niet voldoende batterij. Zo, inmiddels zijn alle gordijnen ingestreken. Ik had eigenlijk ook nog wel wat anders strijk was, maar dat heb ik niet meer gedaan. Volgens mij hangen ze ook redelijk gelijk.
Okay, hoe zit dit? Oh, deze is los. Shit. Die moet dus even... Die moet ik dus weer los. Die moet dus alsnog even. Nou ja. Mijn camera is nu leeg, dus ik zie jullie morgen. Laat ik jullie morgen even het eindresultaat zien, omdat ik nu niet meer verder kan vloggen van jullie. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 7 oktober en ik zit even lekker op de bank. Ik zie dat ik nog maar heel kort heb om te vloggen, dus ja, dat is eigenlijk niet zo handig. Ik ga verder niet zo heel veel doen vandaag, dus dit is ook het enige wat ik zal vloggen vandaag, want het is zondag en dan doe ik niet zoveel. Ik ga zo even stofzuigen en ik moet even spuugruimen, want de katten hadden overgegeven dit keer op de grond. Dus dan kan ik zo meteen even de dweil overheen trekken en er vliegt hier een vliegje rond. En ik moet straks even foto's maken en dat is het eigenlijk verder niet zoveel. En heeft het kaartje van de camera liggen dan. Dus ja, eigenlijk gewoon een chille zondag zoals elke zondag. Dus zoals ik al zei, ik zal niet veel vloggen. Ik zal nog wel eventjes de gordijnen zometeen laten zien. Want dat had ik beloofd dat ik die nog even zou laten zien hoe dat geworden is. Ik zal dat eventjes met de iPad doen, want mijn camera is vol en mijn laptop is leeg. Dus ik kan hem nu niet leeg gaan. Zo, dit is wel even heel dichtbij nu. Maar ja, het komt even door dat ik met de iPad film. Nou, zo is het dus geworden zoals je kan zien. Het is waarschijnlijk een heel vervelend beeld zo. Zit goed vast. Er zit een mooie hoogte in. Dus daar ben ik heel blij om. Ik zal het ook eventjes laten zien hier in de woonkamer. Die zijn vrij hoog. Want anders dan hingen ze niet op een mooie lengte. En dit vond ik prima. Ik wilde niet in mijn gordijnen knippen. Dus ik vond dit eigenlijk wel prima. Dus zo ziet het er nu uit. Aan de andere kant is het dan ook zo. Ik ga nu even wat doen. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Want verder rest ga ik zo weinig doen. Dat het vandaag niet echt heel veel zin heeft om echt heel veel te gaan vloggen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 8 oktober. Ik heb mezelf klaargemaakt. Ik heb zo meteen een afspraak. Ik word zo opgehaald. Dus ik ben een beetje in de stress. Of in de haast eigenlijk. Even wat spullen in mijn tas gooien en zo. Maar ik wilde toch even vlog openen voordat ik het zou vergeten. Even een blikje pakken. Mijn bril even schoonmaken. Het is vies. Ik wilde eigenlijk mijn lens in doen. Maar het is helaas niet gelukt. Want die is wat... Niet helemaal lekker. Als het goed is, ga ik ergens op een. Ja, wat zo'n hele aanbieding. Ik zit wat in mijn schoen. Ik moet even mijn bril schoonmaken. En ik moet even naar boven. En ik wil eigenlijk even een blikje energy meenemen. Een soort steentje of zo. En ik zal nog even wat drinken, want ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Even kijken. Wat nog meer. Dus ik ga dat nu eventjes doen en dan zie ik jullie straks weer als ik terug ben, want het duurt best wel lang. Maar dan heb ik jullie in ieder geval heb ik even de vlog voor jullie geopend. Zo, ik ben inmiddels weer terug en het is eigenlijk veel vroeger dan verwacht. Want de verwachting was dat ik eigenlijk best wel lang weg zou zijn. Ik zou een gesprek hebben van 3 uur, maar het is even iets anders gelopen. Ja... Dan eigenlijk gepland. Dus ik stond binnen een half uurtje al weer buiten. Dat betekent dat ik nog even naar de Action ben geweest. En even naar de Albert Heijn. Want daar zat een Action. En toen heb ik bij de Albert Heijn even boodschappen gedaan. Die zal ik zo even laten zien. Ja, het is een kleine teleurstelling. Maar goed. Ik zal jullie zo even de boodschappen laten zien. De kastjes hebben net eten. En dan ga ik die even opruimen. Ik ga de boodschappen toch eventjes meeslepen. Want de spullen van Action die staan er naast. Oh ja, er zit ook nog wat onderin. Maar... Die houd ik geheim voor de shoplog. Ik ga weer pizza maken. Dus ik heb gekocht shawarma. Ik heb er wel 500 gram van en hij is wel extra pittig. Dus ik denk dat ik vanavond heel erg dorst ga krijgen. Anders had je een pakje van maar 250 gram. Ik vind het wel lekker als je pizza een beetje gevuld is. Dan heb ik bekersfrikandellen gehaald. De kultieflesje die ik echt al maanden wilde hebben. Deze ijsjes van M&M's. Ik heb de peanut variant genomen. Je had ook de gewone variant, maar ik vind deze bij McDonald's ook altijd super lekker. Ik heb een zak. Oeh! Patat. Dan heb ik al een soort nut. Bandjes voor morgen. Ik heb champignons.
aardappelschijfjes. En voor onder de douche heb ik deze een keer, een Trickle Moon. En deze was ik al heel lang benieuwd naar, dus deze heb ik genomen. Ik ga hem ook even ruiken. Als ik het open krijg met één hand. Hij ruikt heel lekker. Ik ga dit even opruimen. Dit was alles wat ik heb gekocht. En ja, dan zien jullie morgen weer, want ik ga eigenlijk nu niks meer doen. En straks even koken en ik moet nog even een blogpost schrijven. Dus voor de rest niet zo heel veel. En morgen wordt het weer een wat actievere dag, want dan ga ik weer aan de schoonmaak. En ik moet even deze dag laten bezinken ofzo, omdat alles anders liep dan gepland. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 9 oktober. Ik heb mezelf net even klaargemaakt. Het licht is hier een beetje raar. Volgens mij heb ik ook een hele vieze bril op. Ja, daar was ik al bang voor. Ik ben dus net klaargemaakt en ik ga zo meteen de kattenbak even schoonmaken en de badkamer. Dat zijn eigenlijk de enige dingen. Het konijnenkooitje hoeft nu niet. Die is volgende week weer aan de beurt. Maar die kattenbak, dat moet natuurlijk elke week. Het is een beetje raar weer. Het is op zich wel zonnig, maar ik vind het in huis niet heel erg warm. Maar ja, goed. Geeft niet. Ik ben in zwart vandaag. Ik zal wel even laten zien wat ik aan heb. Let niet op mijn sloffen. Want dat staat hier niet bij, maar het zit wel onwijs lekker warm. Waarom zit deze kast eigenlijk open? Nou, die kan niet dicht. Ik heb aan dit jurkje. Deze heb ik een keer bij de Action gekocht met een, ja, maillot eigenlijk. En een slokker er dus om. Ik hoef nu geen schoenen aan, want ik blijf toch thuis vandaag. Dus ik ga niet weg. Oh, er zit gewoon eentje lekker op de kattenbak. Echt geweldig. Oh, wat heb ik eigenlijk voor de rest te melden? Niet zo heel erg veel eigenlijk. Ik zal gewoon even lekker muziekje aandoen. Volgens mij, ik doe toch maar even de visueel op, gaan we al, je merkt al weer dat je richting de feestdagen gaat, want volgens mij, volgens andere mensen, even heel goed kijken, ja, zie, het speelboek van de Intertoys is er alweer. Dus kun je nagaan hoe snel dat gaat. En ja, als kind vond ik het altijd super leuk om daar doorheen te bladeren. Ja, nu is die tijd wel geweest. Maar ik merk dat die, ik heb het idee dat die steeds vroeger in het jaar komt ofzo. Die zit wel op zich al in oktober. Ja, ik ben natuurlijk niet echt in die branche dat ik weet wanneer dat uitkomt. Maar ik heb het idee dat het steeds vroeger wordt. Ik weet niet of jullie hem nou mijn nagels gisteren had laten zien. Ik heb een peel-off nagellak op van Catrice. Er staat ook al een reviewtje van op mijn blog. Op zich wel fijne nagellak. Alleen hij laat wel redelijk snel op zich los. En ik heb jeuk. Ik heb net even een foundation potje schoongemaakt. Die was opengedraaid. Dus dat overal foundation. Dat was zo vies. Dat krijg je met water ook absoluut niet schoon. Want hij is ook waterproof. Nou, dat merkte ik aan het potje absoluut. Dus ik heb het gewoon even met een make-up doekje gedaan. Dat ging wel gelukkig. Dat was wel echt super vies. De katten hadden mijn ondergoed opengemaakt. En ook dit laadje staat open. Dat is niet de bedoeling. Ik ga nu in ieder geval eventjes mijn bril schoonmaken. En hier even het een en ander qua opruimen. Ook eventjes de vaat even opruimen. Ik had gisteren pizza gemaakt. Dat ik had verteld. En die was echt heel pittig. Want die shawarma die was echt reuze pittig. Dus, en daar was ik al een beetje bang voor. Er zat volgens mij kleine stukjes paprika in. Althans, het waren rode stukjes. Ik ga ervan uit dat het paprika was. Maar dat was wel een pittig pizzaatje. Dus ik heb bij gisteren aan water begonnen. Dus die moet ik straks wel even opmaken. Want het is een flesje. En die prik die gaat er na twee dagen. Ik kwam net, maar lekker is anders, zeg maar. Dus het liefst in één dag. Maar het was gisteravond. En dan ben ik niet zo iemand die nog het hele flesje leeg drinkt. Goed. Genoeg gepraat. Bril schoonmaken, keuken opruimen en dan kan ik de kattenbak doen en de douche en dan ga ik jullie bijzitten.
Zo, ik heb alles kunnen doen wat ik wilde doen. Dus dat is fijn. Ik heb zelfs nog even wat in mijn bullet journal kunnen doen. Maar dat heb ik niet gevlogd. Want de camera die had nog maar één batterijstreep. Dus ik dacht ik bespaar even wat batterij. Ik ga weer deze notenweekvlog afsluiten. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je even op het belletje drukt, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En als je deze video leuk vond, doe dan even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!